kernactiviteiten van Schipper Accountants bestaan uit de dienstverlening op het gebied van accountancy. Dat betekent het samenstellen van jaarrekeningen, het voeren van administraties, het uitoefenen van accountscontrole. Schipper heeft ook een controlevergunning. Daarnaast adviseert Schipper op fiscaal gebied, op arbeidsrechtelijk gebied en op sociaal verzekeringsgebied. Schipper Accountants wil een food service kantoor zijn, waarbij we samenwerking gezocht hebben met andere ondernemingen die of een dienstverlening geven op het gebied wat of grenst aan accountancy. Ja, dan denken we met name aan personeel, dan denken we aan subsidies, dan denken we aan corporate finance en we denken ook aan kwaliteitssystemen. En daarvoor hebben we dan een samenwerkelijk verband met Sigma personeelsdiensten, met OAZ subsidie. En we kunnen dus alle antwoorden geven op vragen die een ondernemer stelt. We willen weten wat er speelt in de regio. Daarom vinden we het heel belangrijk dat we in die regio zitten. We hebben er ook bewust voor gekozen om onze organisatie zo te bouwen dat we met 8 kantoren de hele regio kunnen bestrijken. We hebben er dus bewust niet voor gekozen om centraal vanuit 1 kantoor in Zeeland of in Rotterdam of waar dan ook de markt te bedienen. Maar we willen gewoon weten wat er in de regio speelt. Het is heel belangrijk dat mensen in de regio rondlopen. Ze hebben hun sociale netwerk, ze weten wat er in de kranten staat, ze weten wat de vraagstukken zijn. Het vestigingsklimaat is volgens ons uitermate geschikt. Als je kijkt naar de infrastructuur, is die prima hier in de regio. In een kwartier zit je in de haven van Antwerpen, in een half uurtje zit je in de haven van Rotterdam. Het aantrekken van personeel is in deze regio, met name vanuit die infrastructuurgedachte, is makkelijk. Dus voor ondernemers liggen hier kansen te over om zich te vestigen in het Reewijkgebied. Wij willen heel graag in contact komen met de kleinere Belgische ondernemer die Nederland als een groeimarkt ziet, die echt kansen ziet op de Nederlandse markt, maar het niet aandurft om die stap te zetten. Het is relatief eenvoudig om als Belgische ondernemer in Nederland te komen. Allereerst hebben we vanuit Vlaanderen uiteraard geen taalgrens. De regio Tholen die kenmerkt zich door verbonden te zijn aan Zeeland. Historisch is dat zo gegroeid. De brug die hier naast Tholen ligt was in feite altijd een natuurlijke grens, noemen wij dat dan maar, met de cultuur van Brabant. Ondertussen zie je dat de regio Bergen op Zoom en de regio West-Brabant steeds meer richting het Tholense kijkt. Want hier liggen kansen, hier ligt ruimte. Infrastructuur is ondertussen prima. Dus vandaar dat deze regio zeker kansen biedt om een goed vestigingsklimaat te zijn.